Het vlindermonument in Zeewolde is vernield. In het bronzen beeld van twee handen die een vlinder loslaten, zitten allemaal boor- en zaagsporen. Trof het zondag eigenlijk al aan dat er een klein deel van de voelsprieten van de vlinder die waren weg. En dan ga je dat verder kijken. Ja, ik zat er in de rolstoel, kon er niet makkelijk bij. En dan geef je dat door. Dan gaan anderen gaan kijken en die zien dan dat er ook gaten ingeboord zijn en dat er meer mee uitgehaald is en dergelijke. Volgens de gemeente Zeewolde is het niet duidelijk of het om vandalisme gaat of om een poging tot diefstal. Uit voorzorg gaat de gemeente het beeld toch weghalen en in de tussentijd zijn er hekken om het beeld geplaatst. Kunstenaar Erik Wallenburg is niet te spreken over de vernieling. Volgens hem heeft het beeld een emotionele lading. Nou, in 2004 zijn er 7 jongeren vrij kort achter elkaar verongelukt. En toen bleek dat er eigenlijk in het dorp eigenlijk helemaal geen denkingspunt eigenlijk is om te verzamelen. Ze stonden bovenop een container elkaar toe te roepen. Het plan kwam om een monument te maken. Het vlindermonument is nadien vaker de plek geweest waar Zeewoldenaren kwamen om te rouwen. In 2014 werd daar een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de MH17 vliegramp. En in 2017 werden bij het monument bloemen gelegd ter nagedachtenis aan Anne Faber. Overal kwamen mensen vandaan om toch daar wat neer te leggen. En je ziet ook heel vaak toch dat de bossen bloemen of lampjes neergezet worden, in wat voor periode dan ook, bij het monument. Dus het heeft toch wel zijn doel. Maar het beeld gaat nu weg omdat het vernield is. Het is het tweede bronzen beeld in Zeewolde dat in korte tijd is gesloopt. Vorige week is een van de 3 bronzen schaatsertjes gestolen. Dat beeld stond bij het centrum van Zeewolde, maar is van de sokkel gezaagd. Wallenburg hoopt dat zijn beeld van de vlinder snel weer terugkomt. Ja, het mooiste zou zijn dat hij opgeknapt wordt en dergelijke. En dan de locatie is aan de ene kant zeggen we, je moet het meer in het centrum zetten. Maar dit is toch iets om te herdenken, om rustig je emotie kwijt te kunnen. Is dat het mooiste om dat in een beetje beschutte ruimte te doen. De gemeente Zeewolde weet nog niet wat het met het beeld gaat doen. Er is wel aangifte van vernieling gedaan bij de politie.